Dikke vette hutsertjes. Allemaal hutsertjes. Waarom zit ik niet meer van mijn beeld? Nu wel. Mensen, welkom. Vandaag ben ik hier met een video die een paar keer aangevraagd is. Ja. Dat zeggen YouTubers altijd als ze geen ideeën hebben. Dit is nou ook helemaal niet waar. Vandaag ga ik proberen om een 193 eraf te halen. Proberen? Vandaag ga ik een 393 draft halen. Want dat, mensen zeggen van, oh, ik heb het gehaald, jij kan het niet. Er hebben twee mensen gezegd of zo. Dat is op zich niet heel veel. Maar ik ga het toch proberen. Vind je dit een leuk doen? Duimpje wel. Ik heb geen idee of jullie deze video's leuk vinden. Ik wel. Want, het is gewoon wel leuk om te maken. Ja, het is wel lachen. Wel leuk. Abonneer op mijn kanaal, ook niet beneden. Ja, als je abonneert, hoor je een geluid. Abonneer even in 3, 2, 1. Oh, wat een geluid. Fantastico. Laten we maar gaan voor 4-5-1 aanval. Geen gelange gezeur. We gaan lekker kijken. Oh, we hebben hier een Prime Icons Haji. Wat op zich leuk is. Maar ja, hij is onder de 93. Dus ja, heb je eigenlijk geen reet aan. Mag verder. Moet met name gaan kijken natuurlijk naar die team of the years. Die zijn belangrijk. 27 Ronaldo. Dit is uitstekend. Dit is een goed begin van de draft. Dit is helemaal niet slecht. Nee, want het is goed. Dat zei ik net. Kijk, dit is min. Oh, oké dan. Rest met Rodrigo. 91. Dat is niet slecht. Oh. 93 Neymar. Ja, moet ik wel voor gaan. Ja, en die linkt ook wel goed met Rodrigo trouwens. Op zich, tot nu toe is het echt een goede eraf. Ik denk nog niet 193. Maar ja, ik kom er totaal niet in de buurt van de rating. Als in, van ik heb één speler die hoger is. Dus ik heb er wel wat meer nodig. Ja, maar dit is niet erg, want ik zet hem maar uit. En ik zet hem maar in. Zo, Hatsi. Hatsi idee. Hatsi, flatsi, lekker snat. Doe mij even een goede rechtsback. 35. Dit is perfect. Mensen, ik hoef er maar één te doen en dan ben ik er al. Geef me 99 van Dijk. Kom maar lekker door. Oh, 96 de licht. Dit is erg lekker. Dit is echt goed, jongens. Dit is een uitstekend begin. Ik ga niet voor je liegen. Dit is een goed begin. Campbell 91. 95 Garincha. Die moet ik hebben. Dat is echt goed. Hoppakee. Deze is oprecht fucking goed, deze draft. Wat de heck. Ik zeg, dit wordt hem gewoon gelijk al. Een 193. Oh, dit is een taai. Dit is een hele bittere pil. Kijk, ik moet ook even een... Oh. Dit is niet goed. Ah, wat zijn die kleuren? Betekent dat iets goeds? Oh. Het begon zo goed, deze draft. Nee. Oh, 90 is best goed. 91, oké. We hebben 92 ratings, dus er moeten nog wat ratings bij. Maar ik heb een paar slechte. Ik heb natuurlijk deze twee echt zo slecht. Kan ik hem niet trouwens wisselen voor twee chemistry erbij? En rating ook? 93, oké, let's go, daar gaan we al. Lekker. Oké, 92. Tot nu toe gewoon prima. Dit is niet goed. 92 rating. I don't like this. Ik ga hem niet worden, mensen. Dit wordt hem niet. Kondogbia, is dat nice? Nee, niet echt. Daar heb ik ook geen reet aan. Maar het is wel de hoogste. Dus dat laat ik hem maar kiezen gewoon. Plus 6. Dan haal ik in ieder geval... Oh, wacht, doe ik deze wisselen even. Plus 5. Oké, 100 cam. 192 zit hem nu. Oké. Zilveren keeper. Dat heb ik genaaid. 192 moet lukken. Even serieus. Dat moet lukken. Oh, dit is goed. Dit is heel goed. Gerard. Dit is echt lekker. 93 Gerard. Ja, daar gaan we zeker voor. Zetten we even voor hier, hè, voor hem erin. Hatsa. Wisselen we deze twee. Hartstikke idee. 192. Geef me 99 Ronaldo. En ik denk oprecht dat ik echt in de buurt kom om te halen. Ik zweer het je serieus. Oh, dit is taai. Dit is echt taai. We krijgen Babel met roze haar. Oh, dit is jammer. Dit is echt jammer. Dit is oprecht jammer. Hoger dan een 192 ga ik niet komen. Ja, of ik heb iets echt over het hoofd gezien. Maar volgens mij is dat niet het geval. Dit is jammer, want hier zat echt potentie. Als ik Van Dijk had gehad, jongen, die had ik al hier kunnen linken, jongen. Dan was het boom, bang, bang, bam, 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 bom. Bang, bam, bam, bom. Maar niet slecht voor de eerste. 192, oké. Ik zeg het je, deze ga ik gewoon 193 halen. Ja, ik weet het gewoon. Dus ik ga hier zeker geen 193 uithalen. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Dus echt kansenverhaal. Ja. Nou, ik klap en dan zijn we klaar met deze draft. Dit was slecht. Oh mijn god, ik heb overal de hoogste gekozen. Dit is mijn team. Ik heb één speler boven de 93. Nou, dan ga je geen 193 draft meer, kan ik je vertellen. Op de volgende. Wil je nou ook drafts doen? Door middel van 4 points. Ga naar ikwildegoed.nl. Koop dan je 4 points. Koop ze nou. En de volgende mensjes. Lekkere mensjes. We gaan nu toch maar voor 4-2-2. Want die andere had echt geen zin in die opstelling. Begin met wat goeds. Oh, weer niks. Maar we beginnen met Hazard. Dat is wel lekker. Want ja, die kan natuurlijk niet in 10 minuten komen op de bank. Dus hebben we nu onze starting 11. Met daarin Harry Kane. Hatsa. En daarnaast 99 Maradona. Oh, 25 Ronaldinho. Dat is ook helemaal niet verkeerd. En daarnaast 99 Maradona. Oh, 97 Zidane. Oké, dit is echt goed. Dit is een goed begin. Ja, ik ga niet voor Alexander Arnold. Want ik hoop dat ik daar nog een betere krijg. Oh, dit is niet goed. Oh, wel. Dit is wel goed. Ik heb nog niet echt door wanneer je goede en slechte spelers krijgt. Dat zwarte is dus blijkbaar goed. Die achtergrond. Of die donkere achtergrond. Dit is dus goed. Ook niet heel dender, moet ik zeggen. Dit gaat wel lastig worden hoor. Ik denk niet dat dit een eentje wordt waarvan ik denk van dit is het. Denk niet. Nee, dit wordt een lastige om de je heel happy. Come on. Oh, zie. Seku. Ja. Wat moeten we hier nou van zeggen? Ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen slecht. Ja, ik ben gewoon eerlijk in. Ik zit nu wel trouwens gewoon op 191. Dat is op zich niet heel slecht. Als we het even realistisch bekijken. Zit ik nu op 92? Oh, 92. Oké. Geef me nog even een goeie dan. Dit is absoluut niet een goeie dan. Nou, het heeft ook geen zin om hier een 191 van te maken. Want dit gaat hem gewoon niet worden. Dit is gewoon kansloos. Kansloos verhaal. Op naar de volgende. Daar zijn we. Jawel. 4-2, daar gaan we weer. Ja, want ik heb hier toch wel vertrouwen in deze opstelling. Moet ik eerlijk zijn. We beginnen met Barnes. Niet slecht. Zet hem gewoon lekker op de bank. Is goed. We beginnen met een Cam. Ja, dit is een goeie. Ja.
Nou, ik ga wel voor hem. Maar ik had toch liever de 97 gehad. Ben ik gewoon eerlijk in. Dit is echt heel slecht. Oh. Die icons zijn gewoon lekker voor die chemistry. Die chemistry heb je ook gewoon nodig. Onthoud dat nou. Oh, Zanetti, dit is goed. Dit is echt lekker. 3 icons al. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Ik heb nog maar een icontje. Oh, Lukaku. Nog even een ander spelletje hier. Oh, Silvers. Oké. Het begin is goed. Het begin is veelbelovend, mensen. Oh. Als een ditje 2 centerbacks zijn, dan ben je gewoon genakt. Dat weet je gewoon. Leeman, dat is goed. Kijk, ik heb een 90 rating nu. Dat is niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Kante 92 centerback. Of Neymar 93 cam. Ga toch voor Kante. Oké, kom aan. Geef me nog een goede. 91 Lopez. Dit is lekker. Ja. Die... Oh, mijn god. 98 chemistry. Die is echt perfect. Die is perfect. Oké, nu moet ik gewoon rating. Ik moet gewoon rating. That's key. The rating is key now. Oké, ik heb nog een paar 99's nodig. En een centerback. Het liefst een hele hoge centerback. Die ga ik hier niet krijgen. Wel 96 Messi. Dit is top. Dit is top. Nee, mensen, dit is dus echt even top. Ja, ik heb er verder niks aan, want ik kan hem niet echt neerzetten. Maar ik vind het wel top. Voor de rating is dit goed. Hoger, hoog. Met hoog doe ik echt over de 93. Nee. Ashley Young. Wie hebben we hier? Oh, kijk. Oh, dit is echt top. Dit is top. Dit is echt lekker, want die kan... Ja. Oké, we hebben in ieder geval 100 chemistry. Min 2, ja, maar heb ik wel hoge rating. Dan haal ik hem wel even eruit gewoon. Dacht je daarvan? Hatsa. Oké, hoge keeper. 92. Hoe kan het nou geen 92 rating zijn? FC, hoe kan het? Snap je niks van? Gast, hoe is dit geen 92 rating? Nou, het wordt me niet gegund. Laten we daarop houden. Jammer. Dit is 191. Niet slecht, maar dus helemaal niet in de buurt. Oké, we gaan door. Oh, wat goed. Wat een slechte opstellingen. Wat een dramatische opstellingen. Dan gaan we de 4-2-3-1 breed. Hij is breed, hè, mensen. Hij is breed. En weer slecht. Het is echt ongelooflijk. Ja, ik wil niet voor Messi, want ik moet... Oh, ga ik voor de CDM. Ah, Zanetti, daar ben ik blij mee. Dit wordt hem. Ik voel het. Dit wordt hem niet. Nee, ik voel gewoon dat dit hem niet wordt. Geef me alsjeblieft 97 Ronaldo. Geef me alsjeblieft 97 Ronaldo. Waarom nou weer zo slecht? Geef me dan gewoon... Nee, ik had voor die andere moeten gaan. Voor Valencia. Die was zo hoger. Nee, dit is echt absoluut kak. Dit is helemaal niks. Nee, dit is echt helemaal niks. Dit is echt een drama. Dit is een fiasco. Hé, en wat is nog voor onze Valencia? Hé, daar is hij. Onze man. Onze grote vriend. Jawel. Oké, dit wordt hem, mensen. Dit wordt hem. Ik voel het gewoon. Dit wordt hem. Nee. Dit is absoluut niet wat we nodig hadden. Nee. Dit is, gaat hem niet worden. Oké, soms moet je gewoon realistisch zijn in het leven. Bang nu. Dit wordt hem niet. 191 is op zich prima. 191 is prima. Maar 193 gaan we niet halen. Op naar de volgende. Oké. Daar zijn we weer. We gaan voor de 4-2-3-1. Deze keer met 3 cam. Want dit gaat hem worden. Weer. Het begin is zo slecht de hele tijd. Dat is echt niet normaal. Geef mij 97. 200 Crespo. Oké. Ik zeg nog een icon. FIFA zegt nee. FIFA zegt Dani Olmo. Ik zeg nog een icon. En hij zegt ja. FIFA zegt ja. Ik zeg gewoon nog een icon. Ik zeg het gewoon. Had ze natuurlijk. Geen gezeik. Hoppakeetje. Oké, dit is een goed begin. Ik hou van dit begin. I like this star. Kante. Kante. Koala. Perfect. Wel van Dijk, maar niet te goed. Ja, ik kan. Ik ga voor hem. Ik ga het gewoon proberen. Dit is niet goed. De lucht in met die rating is 91 is goed. Oké, 92 rating. Oké. Als ik Alisson 97... Oh, dit is echt heel vervelend. Alisson 97, dat gaat lastig worden. Aangezien ik Alisson 89 in mijn team heb. Geef mij Robertson en een goede keeper. En ik ben er, hè? Oh, dit meen je niet. Dit is triest. Oh, nee. Helemaal fout. Daar gaat het helemaal fout. Oh, wat triest. Weer een 191. Man. Caramba. Kom maar de volgende. Hey, daar zijn we weer. Jawel, daar zijn we. We gaan voor 4-2-2-2. Ja, die CDM's vind ik eigenlijk vervelend. Die ben ik helemaal geen fan van. Maar ik heb geen keuze. Dit is ook weer zo slecht, jongen. Gewoon voor Wieschouw. Die komt dan op rechtsback te staan. Oh ja. Nee, natuurlijk. Dit is slecht. Vieri is op zich prima. En nog een icon. Geen gezeik. Gewoon nog een icon. Yes. Dit is lekker. Oh mijn god, dit is echt goed. Dit is fantastisch. Oké, dit is ook helemaal niet slecht. Dit is echt goed. Ik zie hier wel brood in, mensen. Oh mijn god, Garincha 95. Jawel. Van Dijk, 99. Oh, dit is zo slecht. Oh, was gewoon boef, man. Bam, 93 rating. Oké, even chemistry erbij. Dan zijn we er. 93 Neymar, lekker. Die wil ik erbij. Kom, geef me het goed. Nee. Dit heb ik absoluut niet nodig in mijn leven. Nee. Man, dit is echt slecht. Nee, ik heb het helemaal verpest. Nou, ik niet. Ik kan er eigenlijk niet heel veel aan doen. Dit is echt kak. 191 zelfs. Oké, let's go, mensen. Daar zijn we weer. Jawel, jullie hebben me vast gemist. Die lange tijd dat ik weg was. Maar dan ben ik weer met een nieuwe draft. En het begint zoals gewoonlijk slecht. Ja, lekker. Dit is goed. Helemaal die andere ken dan maar Ronaldinho. Doe maar. Nee. Acosta. Dat is echt moken slecht. Dit is ook niet goed, hè, dit. Nee, dit wordt hem weer niet, hoor. Zo triest. 90 rating. Heb ik helemaal niks aan. Ah, jongen. Aruna Kone. Ik ga voor Kone. Uit respect. Dit is hem weer niet, mensen. Het spijt me. Oh, nou. Ongelooflijk. Maar 90 rating en 81 chemistry. Ik snap het niet. Zou het door mijn spits komen? Ik denk het niet. Mensen, het is me vandaag niet gelukt. Mocht op deze video naar de 10.000 likes halen, ga ik het nog een keer proberen. Als dat niet, dan heb ik door dat jullie hier geen tips aan vinden. En dan upload ik het niet meer. 193 draf. Het moet me lukken. Ik had echt verwacht dat het me ging lukken, trouwens. Ik ben wel de drafkoning. Maar helaas. Ik hoop je deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet hem zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. Doe het nu. En zie ik je weer bij de volgende video. Oh. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat. Een beetje vals en nuttig.
trein, maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen, zit sneller voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later een... Er zitten twee vliegen op het hoofd van Milo. Zet de ene vlieg tegen de andere vlieg. Weet je nog vroeger dat we hier verstoppertje speelden? Milo kale! Oké, doei.